te vermijden. Nu is het nog rustig in de warenhuizen, maar de volgende weken zal het druk zijn. De vakbonden willen 2 weken staken en kiezen strategisch voor de zaterdag van Pasen. Ze eisen een 4-dagen-week. De klanten staan klaar om hun plan te trekken. Dan kan ik mijn inkopen niet komen doen. Dan zullen we allemaal tegelijkertijd, vrees ik, even ervoor moeten gaan. Ja. Nee, ik zal het uitstellen tot dat terug open gaat, omdat ik het gewoon ben. Het overleg tussen bonden en werkgevers zit muurvast. En deze keer gaat het niet over loonopslag. De bonden willen jobs geven aan werklozen.